vorige keer zag je dat de dag van Park Lingezegen, ondanks de regen, erg succesvol was verlopen. Vandaag kijken we nog even terug in Park Lingezegen. Park in uitvoering. Il n'est pas question d'image, ni de se montrer son avantage. Le temps n'est plus au grand discours, non. Aux langues de bois qui tournent autour. Il est question de respect, de maintenant de ce qu'on fait. Parce que notre avenir dépendra de notre nature et de ce qu'on aura laissé derrière soi. On n'a qu'une seule vie à vivre et qu'une seule nature. Je voudrais m'en aller sans un regret derrière moi. Pas question de zèle, ni de chasser le naturel. L'homme est un animal sauvage, qu'il n'est pas fait pour les cages. In de komende maanden zijn er verschillende werkzaamheden in het park, zodat de inwoners uit de regio straks in het park kunnen wandelen, fietsen, eten en drinken. Op 23 juni vierde Park Lingezegen de dag van Park Lingezegen. Er waren verschillende activiteiten voor de bezoekers. Druk bezocht is de proeverij van de streekbakker. Nou ja, het hele bedrijf is Park Lingezegen. Je zult er denken van ja, boomgaard, park, ja, wat is daar nou de combinatie? Nou, eigenlijk is de combinatie heel simpel. Wij werken graag samen met Park Lingezegen en volgens mij is dat andersom ook wel. Maar je kunt dan bijvoorbeeld denken de dag van het park vandaag, waarin we samen activiteiten organiseren. Maar ook de picknicktafels, de grondwatermeter, wat we hier samen met het park doen. Maar ook, we zijn een open bedrijf. Iedereen mag bij ons in de keuken kijken, in de koelcellen kijken, de winkel in. Alle deuren zijn eigenlijk gewoon open. We willen laten zien wat we doen. Nou ja, en het park is daar eigenlijk gewoon een verlengde van. Ja, welkom. Iedereen is hier vrij en iedereen mag hier kijken wat we doen. In het park werd ook een vliegerwedstrijd gehouden en daar was natuurlijk een leuke prijsuitreiking. De vlieger van de jongste maker, geloof ik. De vlieger met twee achterkanten. Die heeft ook een hoofdprijs gewonnen, mag ook uitzoeken. En dan de derde is denk ik die van de... Ja, dat is wel allemaal... De derde die zijn eigenlijk... Ja, ex-equo zijn de twee... Ja, en jullie zijn derde geworden. Ja. Dus jullie mogen ook een hoofdprijs kiezen. Nou, dank jullie wel dat jullie mee hebben gedaan aan de vliegenwedstrijd Park Lingezegen. Het gaat er natuurlijk om de lol die je ermee hebt. En dat je in het park bezig kunt zijn. En dat vinden wij het allerbelangrijkste. Dus dank daarvoor. Het landschapspark biedt ruimte aan de mens, water, landbouw en natuur. Park Lingezegen wordt 1700 hectare groot en bestaat uit 5 deelgebieden met elk hun eigen thema. De park, het waterrijk, het landbouwland, de buitens en de woed. Have you ever gone fishing? Tangled your line, never considering what you might find. In for a dollar, you're in for a dime, but you're fishing. And have you ever gone fishing, then felt like a fraud? Trusting yourself to the whims of the gods. Up to your neck and against all the odds, you're fishing. Oh, you're fishing. And have you ever gone fishing with some of the boys? Decked to the nines in your best corduroys. Pulled out an oyster, then drowned on the joys of fishing. And did you ever go fishing? In spite of your fears, when nothing's as simple as how it appears. When everyone said it'll end up in tears, but it didn't.
modernisatie van Park Lingenzege is in volle gang. De zogenaamde basisuitrusting van het park bestaat uit fiets-, wandel- en ruiterpaden, natuuraanleg, boomaanplant, bruggen en waterpartijen. Een succesvolle, maar regenachtige dag van het park. We blikken even terug met Jan-Willem Kamerman, directeur projectbureau Park Lingenzege. Ja, het was echt een hele fijne dag. Ik heb veel mensen gezien, maar ik wil vooral eigenlijk beginnen met heel veel mensen te bedanken die hebben meegewerkt aan deze dag. Ondernemers hebben hun deuren opengegooid. Er zijn tal van organisaties geweest, vrijwilligersorganisaties, verenigingen die zich hebben gepresenteerd. Er zijn heel veel mensen geweest die hebben heel hard gewerkt om van deze dag succes te maken. Het was top. Het was de bedoeling om vandaag te laten zien dat Park Lingenzege, dat er echt wat te beleven valt. Nou, veel mensen hebben dat kunnen meemaken. Die hebben in het park rondgelopen. Ze hebben kunnen zien wat er is gemaakt. En dat het een hele mooie omgeving is. Er komt nog veel meer, maar... Volgend jaar zie ik iedereen graag weer terug. Dit was deel 2 van Park in Uitvoering over Park Lingenzege. Tot de volgende keer.